Welkom terug bij Drupal Jam 2021 live vanuit Studio De Vijf Werelddelen in Rotterdam. Nou, zoals eerder besproken, de komende twee dagen staan in het teken van Drupal en de Drupal community. En we gaan nu een talkshow voeren met drie gasten. Aan tafel zit Bert Boerland van Synetic, Henk Belt van Acquia en Martijn Hermans van Beterwerk uit Heerlen. Dankjewel. Daar gaan we. Bert, om eens even met jou te beginnen. Jij bent een oud-gediende in de Drupal community, nu bij Synetic aanbeland. Wat doe je daar? Wat ik probeer te doen is leiding geven aan het sales team en het marketing team. En niet alleen in het team werken, maar ook aan het team werken. Mooie nieuwe klanten proberen binnen te halen via marketing qualified leads naar sales. En zo naar delivery te brengen, zodat ze mooie zaken mogen realiseren voor onze klant. Ja, en wat voor soort bureau is Synetic? Ik denk dat heel veel agencies op elkaar lijken. Want ze zeggen omdat ze uniek zijn, maar wij zijn anders, wij zijn namelijk uniek. Dus wij zeggen dat niet. Ik denk, we zijn een agency van 50 plus personen. Die werkt aan, ik zou zeggen, 80% Drupal projecten. En voor de rest aanpalende technieken. Ik denk dat het ons wel anders, echt anders maakt, is dat wij een strengths-based culture hebben. En dat is meer wat ons bedrijf is dan wat wij doen voor de klanten. Maar dat maakt wel dat wij uniek zijn, vind ik zelf. Strengths-based, heel kort nog. Strengths-based is een manier om mensen in hun kracht te zetten. Dat klinkt afschuwelijk soft en daar ben ik helemaal niet van. Maar je hebt een aantal, je DNA bevat een aantal zaken waar je goed in bent en minder goed in bent. En door te investeren in waar je goed in bent, maken we betere teams en betere personen. En niet door te zeggen, hier moet je beter in worden, maar door juist te zeggen, dit kan je goed van nature, ga daar meer in doen. En ik denk dat we kunnen straks er verder over hebben, maar in de agency-wereld moet je jezelf gaan meer profiel gaan geven, voor zowel voor je klant als voor je medewerkers. En ik denk dat dit een hele goede manier is die voor ons goed werkt. Herkenbaar, Martijn? Ja, heel erg, heel erg. En wij zijn ook een agency in het zuiden van het land, met 23 mensen op dit moment. We hebben ons een aantal jaar geleden opnieuw uitgevonden, een soort van reset. En wat voor ons heel erg belangrijk is, zijn eigenlijk drie kernwaarden. Dat is enthousiasme. Ja, je moet zelf ook enthousiast worden van een coole uitdaging die je hebt, of van de uitdagingen die je eventueel intern hebt. Een stukje onbevangenheid hoort daarbij. Ja, geïnteresseerd zijn om avonturen aan te gaan waarvan je nog niet precies weet waar ze nou precies toe leiden. En de derde, ontzettend van belang, en ik denk dat jij het ook, dat je dat ook net bedoelde, is vakmanschap. Ja, dit vak van webdevelopment, front-end, back-end, noem maar allemaal op. Het is een discipline die langzaamaan heel erg volwassen aan het worden is. En dat mogen we ook, ik vind ook dat we dat mogen uitdragen. Dus wat wij proberen te creëren in ons bedrijf is een groep van vakmensen die zich blijven specialiseren, zodat het product dat je aflevert altijd de beste kwaliteit heeft. En wij achter staan, maar ook bij ons onze portfolio kunnen ontwikkelen en et cetera, et cetera. Ja, dus, ja. Henk, heb jij het gevoel dat je dan een vreemde eend in de bijt bent? Of niet? Ja, wel een klein beetje. Ja, gelukkig, ja, maar ja, het thema van deze tafel is ook enterprise versus. Ja, klopt. Ja. En wat is heel anders aan Acquia? Ja, Acquia is een bedrijf dat is van origine opgericht door Dries Buitenhart vanuit de Drupal natuurlijk. Alleen Acquia is op dit moment ook wel doorgegroeid. We hebben verschillende takken, de Drupal tak, maar ook de marketing cloud tak die we nu altijd doen. Wij werken heel veel samen met agencies. Ik denk dat het een hele andere manier van werken is inderdaad dan. Acquia is natuurlijk heel belangrijk voor Drupal. Ja. Maar er wordt ook door de community op een bepaalde manier naar gekeken. Heb jij het gevoel ook dat daar een bepaald beeld is van Acquia? Nou, voor mij persoonlijk niet. Want bij Drupal Jam ben ik ook al eerder betrokken geweest. En dat vind ik gewoon echt heel erg tof. En heel veel mensen ken ik ook in de community. Vanuit Acquia gezien. Ja, Acquia wordt natuurlijk wel gezien als de grote enterprise organisatie. Waar wel tegen aangekeken wordt. Bert? De vraag is wat ik van Acquia vind. Zeker, hebben we net over gehad. Ja, ik... Ik was heel erg vroeger, toen ik met Drupal begon, was ik tegen het vermengen van geld en hobby. Ik vond dat je dat heel veel moest scheiden. Dus je moest echt
bijna een software socialist bijna naar hoe ik keek naar software development, of in ieder geval naar Drupal keek en naar open source. Open source is in essentie een socialistische manier van met kennis omgaan. Maar ik had ongelijk. En dat zeg ik niet zo snel. Ik had ongelijk omdat als je geen geld mengt met software development of met open source. En dus letterlijk zijn dit de woorden van Linus Torvalds, de maker van onder andere Git en Linux. It is shit. En dat klinkt wat hard, maar dat meen ik echt. Als je geen geld kan verdienen met software development, met open source software development, dan is het een hobby. En dan is het gedoemd te mislukken. Dus ik denk dat het essentieel is dat er geld verdiend wordt met open source. Voor de klanten, voor de gemeenschap, voor de coders. Ja, en uiteindelijk voor ons allemaal. En ik denk dat Acquia zichzelf heeft uitgevonden. Want Dries heeft geprobeerd in een landschap waar heel veel partijen al actief waren, een gebied te claimen wat er niet was. Namelijk de system integrator van de agencies bijvoorbeeld. Of de hostingpartij voor de agencies. Dat landschap was er niet. Dries heeft dat zelf gemaakt zonder dat hij zijn klanten in de weg ging zitten. En zonder dat hij de gemeenschap in de weg ging zitten. En ik denk dat Acquia dat heel goed gemaakt heeft. Het is intussen een miljardenbedrijf, letterlijk. Het is verkocht intussen. En ik denk dat dat een posterchild is voor heel veel bedrijven die in deze sector Ja, maar als jullie naar je eigen bedrijven kijken, Betterwerk en Synetic, jullie werken wel veel non-profit klanten. Geen miljardenbedrijf. Nee. Nee, maar ook het type klant, als je naar het portfolio kijkt, dan wijkt dat wel waarschijnlijk af van de type klant waar Acquia werkt. Wij zijn ook klant van Acquia bijvoorbeeld, dus ja. Wijkt het af. Ja. Maar wij hebben ook Ziggo als klant, we hebben ook KPN als klant, we hebben ook hele grote klanten die durven te werden Acquia ook graag als klant zou willen hebben. Dus ja, dat is niet bijtend. Nee. Is het wel zo dat in Nederland die open source vaak in de smaak valt bij een bepaald type klanten? Martijn? Ja, voor zover ik daar beeld op heb, denk ik wel dat het als overheid, non-profit sector, semi-overheid, dat het interesse daar iets groter is. En ik zou zeggen, ik zou durven beweren dat het alleen maar groter gaat, dat het alleen maar zal stijgen in de toekomst toe. Want je merkt toch, je komt, ik weet niet wat jouw ervaring daarbij is, maar de ervaring dat organisaties bewust kiezen om wat afstand te nemen van de afhankelijkheid van big tech companies bijvoorbeeld. Het feit dat je de optie hebt om eventueel een zonder vendor login een partner te vinden voor je online strategie. En alles rond veiligheid natuurlijk, maar ook rond data-emancipatie. Als organisatie wil je grip en regie hebben op de data die jij genereert. En in dit geval de data die je genereert met je online presence. Dat zijn allemaal aspecten die meer in het voordeel spreken voor open source. En dan ook nog een keer, waar jullie net over hadden, een open source product waar het governance model echt heel erg toekomstvast en heel duurzaam is. Kan ik me voorstellen dat het een beweging is die alleen maar meer interesse wekt, met als voorwaarde dat je als Drupal natuurlijk wel mee moet met technologische ontwikkelingen en altijd voldoende antwoord moet kunnen geven op de daadwerkelijke behoeften die grote organisaties hebben. Ja. Als het gaat om die technologische ontwikkelingen, Henk, is Drupal dan is Acquia dan de grote drijver achter Drupal? Een van de grote drijvers is. Er zijn veel meer grote drijvers achter Drupal. Maar in de markt gezien, als ik kijk naar klanten waar wij mee werken, de grote enterprise, niet alleen maar de overheid, maar ook de grote enterprise klanten die wij hebben, ja, die kiezen ook specifiek voor Drupal. Omdat, ja, het is open source, ze hebben het zelf in de hand. Ook het stukje closed source, waar ze normaal niet proberen van weg te blijven. Ja, ja, dus eigenlijk maken die dezelfde overwegingen. Ja, klopt. Ja. 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 Jij bent, ja, net als ik net al zei, oudgediende in de gemeenschap. Dit jaar bestaat Drupal 20 jaar. Is dat de reden voor een feestje? Ja, dat denk ik wel. Overigens is het altijd discutabel om te meten hoe oud Drupal is. Is het vanaf versie 1.0? Is het vanaf de eerste dag dat domein was? Dus hoe je het meet is een beetje discutabel. Hoe meet jij het? Ik geloof dat op dit moment gewoon wanneer Drupal 1.0 uit was, denk ik, is de goede maatstaf. En dat is 20 jaar, dit jaar 20 jaar oud. Toen het 5 jaar oud was, had ik dat niet gedacht dat het zo lang zou duren. Of het duurt wel heel lang, maar dat we dit zouden meemaken. Ik had wel heel lang het gevoel dat het een hobbyproject was in die dagen. En niet dat het zo groot zou worden. Wanneer zag je het omslaan? Dat je dacht, dit wordt. Je zei zelf ook, je moet hobby en commercie niet vermengen. Dus er is een omslagmoment gekomen. Ja, ik denk dat een van de eerste omslagpunten was toen, dat ik althans meemaakte, dat Bright, dat was een Canadees bedrijf, moet ik zeggen,
was het eerste bedrijf dat gewoon 10, 20 mensen in dienst had om druppeldiensten te leveren aan Mozilla en Howard Dean. Dat was een presidentskandidaat destijds. En aan de NATO. En toen dacht ik, als de NATO dit gebruikt, dan is misschien is dat iets groter dan mijn hobbykamer is. En Dries' hobbykamer. En in het tweede moment dat er was, is dat Dries koos om Acquia als bedrijf te gaan oprichten en niet bij een bank in dienst te gaan, waar hij ook had kunnen werken. Mm-hmm. Of een ander punt. En dat maakte eigenlijk dat, vind ik, dat Druppel vrij werd van de zolderkamer. En nou, als dit een enterprise boardroom zou zijn, hier zou landen. Dat vond ik wel, vond ik wel een mooie moment. Martijn, jullie hebben natuurlijk ook op een gegeven moment gekozen voor Druppel. Jullie hebben 3 jaar geleden een groeistrategie uitgezet. Hè? Mm-hmm. Wanneer dacht jij van nou, dit is een pilaar waarop wij kunnen verder bouwen? Ja, die keuze hebben wij al. We gaan iets verder terug dan 3 jaar. Die keuze hebben wij in 2007 gemaakt. En bijvoorbeeld governance model, heel erg van belang. Is de governance goed geregeld? Ik preek in eigen parochie, maar wat wij natuurlijk heel erg aantrekkelijk vonden was dat Drupal veel meer een framework is dan een content management systeem. En je had WordPress, was toen nog een blog. En vervolgens had je Joomla. En ik was vergeten wat de voorganger was, maar dat was Mambo. Het was zo grappig. Maar goed, whatever. En daar zagen we allemaal wat er gebeurde rond die governance en die afsplitsing. En hoe snel die community en daarmee ook het product aan kwaliteit verloor op het moment dat er chaos en problemen ontstaan in de community. En het fijne met Drupal, framework, maar we kunnen ook aan de voorkant UX, kunnen we doen en laten wat we willen. En je kunt complexere projecten aangaan. We waren toen nog een kleiner bureau dan dit. En dat past nog steeds heel erg bij ons. Terwijl we elk jaar eigenlijk weer steeds nauwlettend in de gaten houden. Oké, wat zijn de toekomstige ontwikkelingen van Drupal? De kwaliteit van de community en de kwaliteit van het bedrijfsmodel. En het feit, die aspecten van professionaliteit. En durven te beweren dat Drupal ook gewoon een commercieel product mag zijn. Hè, los van dat de community altijd gebaseerd zijn op kennis delen en open standaard en open dingen. Maar het is gewoon een commercieel product met hoogwaardige kwaliteit. En dat waren dus voor ons en zijn nog steeds de redenen om voor Drupal te kiezen en te blijven werken met Drupal. Henk, jij werkt met AQR natuurlijk voor heel veel enterprise klanten. Hoe voelt de verhouding met de community? Hoe wordt de brug daartussen geslagen? Tussen die grote commerciële multinationals waar je voor werkt en tegelijkertijd al die tienduizenden developers die ergens verspreid over de wereld zitten. Ja, ik denk dat de grote enterprise bedrijf Drupal gebruiken zoals het is, maar ook uiteraard daar dingen aan toevoegen. Ik weet dat 1 of 2 van die grote klanten ook weer dingen teruggeven aan de community. Maar zij zien het niet zozeer als een community. Ze zien het veel meer als product wat zij kunnen gebruiken, waar zij graag mee werken. En ze weten echt dat er een community achter zit, maar ze zien het veel meer als product. Ja, maakt dat uit, die intentie? Ik denk het niet. Nee, wat Bert net zegt, Drupal is een heel gaaf open source community die erachter zit. En er moet ook geld verdiend worden om dat te blijven behouden, wat jij net zegt. Ja, ik denk dat wij even overgaan naar een video. Ik ben ooit begonnen met een universitaire studie theologie. En dan wil ik dus toch gaan preken. Dus dat ga ik vandaag doen. Dan weten jullie dat vast. Jullie zitten hier nu toch. Je kunt niet meer weg. Je zult ermee moeten doen. Maar uiteindelijk is dit waar het in open source om gaat. Wij geven allemaal onze kennis en onze kunde. En wij gaan ervan uit dat er dan ook wat terugkomt. Of je dat nou karma noemt. Of dat je nou verwijst naar Lucas of naar iets anders. Dat maakt me echt helemaal geen klap uit. Dat is uiteindelijk waar het toe gaat. Alleen is er in de economie zoiets als de tragedy of the commons. Voor degene die niet weten wat het is. In het Nederlands is het de tragiek van de meent. De meent is de gemeenschappelijke wei die van iedereen is. En iedereen heeft zijn eigen schapen. En die schapen, die laat je grazen op die wei. En alle winst van die schapen, die gaat naar jou. En met die winst, met wat er afkomt aan wol en aan melk en allerlei andere dingen, kun je meer schapen kopen. En wat doet dus iedereen langzamerhand? Volgens de tragiek van de meent, iedereen gaat meer schapen op die wei laten grazen. En je krijgt overbegrazing.
Want iedereen doet wat goed is voor hemzelf en gaat daardoor iedere keer weer een schaap erbij zetten, waardoor je steeds meer schapen krijgt. Het grappige is dat in de open source we heel vaak last hebben van eigenlijk een soort omgekeerde tragiek van de meent. Want waar hebben we last van? We hebben er allemaal last van dat we stiekem misschien wel een beetje te veel hippies zijn. Waar we last van hebben is dat we dat geld verdienen niet altijd ons eerste doel is. En voor onszelf en de groei van onze bedrijf zorgen. Maar dat we bezig zijn met wat is het beste voor de community. En wat is het beste voor iedereen. We zijn de hele dag die wij aan het verzorgen en groter aan het maken. Met z'n allen. En ik heb daar zelf heel lang aan meegedaan. Dat zal ik jullie zo meteen laten zien. Maar zonder aan onszelf te denken. En daarmee doen we niet alleen onszelf tekort. En toen ging ik nadenken over wat is nou de economie van open source. Wat zou dit nou moeten zijn? En hoe zou dit nou op zo'n manier kunnen dat we ook daadwerkelijk die community als geheel vooruit kunnen brengen, harder dan dat we nu doen? Want het is leuk dat we allemaal gratis onze kennis erin stoppen, maar misschien moet het anders. Nou, de economie, dan begin je natuurlijk bij Adam Smith. En als je bij Adam Smith komt, die zegt, even heel vrij vertaald, want hij zegt nog veel meer en heeft heel mensbeeld bij en zo, waar ik even allemaal lekker niet op inga. Maar ieder individu doet wat het beste is voor hemzelf. En dat is daarmee ook, dat leidt tot een optimale situatie. Nou, wat is het beste voor mijzelf? Dat is een WordPress SEO plugin niet open source maken. Dat is een verkopen. Dan word ik namelijk veel rijker. Dus, dat zou betekenen stoppen met open source. Nou, ik sta hier, dus die keuze heb ik niet gemaakt. Waarom niet? Omdat, vanwege die tragiek van de comments. Adam Smith had het namelijk fout. Want als we dat allemaal zouden doen, dan schieten we er geen klap mee op. Gelukkig was er ook nog een andere man die daar veel slimmere dingen over heeft gezegd. Nou, zo kennen jullie hem niet. Maar zo, als John Nash in A Beautiful Mind, kennen jullie hem waarschijnlijk wel. En dit is de belangrijkste zin die hij zegt. Everyone has to do what's best for him or her and the group. Dus je moet, om dit te laten groeien, om dit goed te gaan laten werken, moet je binnen je bedrijf op zoek naar wat we noemen een Nash Equilibrium. Je moet twee even belangrijke doelen vooropstellen. Namelijk A, de groei van het open source project. En of dat nou Drupal is of WordPress, dat maakt eigenlijk niet eens heel veel uit, denk ik. Want uiteindelijk hebben we allemaal voordeel bij elkaar. Maar je moet ook absoluut gewoon geld verdienen en groeien. En toen ik dat bedacht, toen dacht ik, oké, dan moet ik dus geld gaan verdienen. Ja, geld verdienen met open source. Sluit goed aan op waar we het net over hadden, hè, Bert. De tragedie van de meent was dit video uit 2013 van een Drupal Jam editie destijds. We praten zo verder over de business en hoe de bureau-eigenaren tegen de markt aankijken. Maar eerst gaan we even naar Jean-Paul met een vraag van de kijkers. Ja, klopt. Ik hang net de hotline van Bert op. En een van de vragen die gesteld is, gaat over de slogan van Dries eigenlijk. Die zegt, they are not mutually exclusive. Is dat ook het geval voor een tool maken voor de enterprise en voor een NGO? Dus sluit aan bij de vraag van net. Terug naar jou, Matthijs. Ja, wie kan de antwoord op geven? Yeah. Dries' slogan is letterlijk, they're not mutually exclusive. En dat zegt hij altijd en het is af en toe vervelend omdat hij heel weinig keuzes daardoor lijkt te maken. Maar hij is ook echt van mening dat je het een en-en is en een win-win. En ik denk serieus dat een NGO, die doet content management op eenzelfde manier als een enterprise. En hun belangen zijn hetzelfde. Misschien is het ideale belang erachter anders, geld maken versus goed doen voor de wereld. Maar primair zijn het doelen hetzelfde. Dus ik denk dat de NGO erbij gebaat is dat een enterprise investeert, zoals Pfizer van Acquia, in het product. Want zij hergebruiken die code. Dus ik vind serieus dat het een en-en is en dat zowel de enterprise als een NGO of een not-for-profit er goed aan doet Drupal te gebruiken. Dat is zonder meer, maar dat is WC1 te praten hier. Mm-hmm. En twee, bewust van te zijn dat ze echt van elkaars kracht kunnen gebruik maken. Ook al zou Shell en Greenpeace, wat ook een Drupal gebruiker is, misschien elkaar af en toe een beetje bijten. Het is gewoon zo dat Pfizer en Johnson & Johnson allebei Drupal gebruiken, bijvoorbeeld? Volgens mij gebruiken 3 van de 5 grote. Ja? Ja. Ja, ja. Met als mede overweging om eigenlijk elkaars
innovatie toe te passen. Ja, dat denk ik wel. Ik kan er niet zo heel veel over zeggen, maar dat denk ik wel. Ja. Je zit hier niet aan tafel, maar goed, als je het een beetje in kan vullen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een bijzondere situatie. Ja, klopt. Ja. Ja. Even over de markt van dit moment. Wat zien jullie, even breed beginnen, wat zien jullie als belangrijkste trends en ontwikkelingen op dit moment? Zeker ook met die anderhalf jaar COVID achter de rug, heeft dat versnelling voor digitalisering gezorgd bijvoorbeeld. Zijn dingen juist langzamer gaan, zijn er andere accenten gelegd? Martijn. Nou ja, wat wij hebben gezien is wel een stukje versnelling. Ik denk de eerste twee maanden van COVID moesten alle organisaties even up to speed komen. Maar daarna waren er bijvoorbeeld uitvragen of interne agendas om nieuwe vernieuwingen toe te passen. Die waren eigenlijk versneld, want mensen konden effectiever werken. Ik denk dat we dat wel hebben gezien. Dat je een stuk van versnelling gaat. En nog los van het feit dat heel veel organisaties werden geconfronteerd dat een deel van de digitalisering op afstand werken niet langer een nice to have was, maar een need to have. En alleen al die vraag draagt bij aan het verhogen van je digitale maturiteit. Misschien iets minder dan gerelateerd aan je enterprise site, maar dat helpt in brede zin natuurlijk wel. Een stukje slagkracht die groter werd, zodat er meer effectiever gewerkt kon worden. En geconfronteerd worden met een nieuwe werkelijkheid. En dat proberen te projecteren op je digitale strategie. Ja, zo'n pandemie is heel vervelend. Dat is een understatement misschien. Maar heeft ook onverwachte positieve kanten. Mm-hmm. Zie jij dat ook, een soort van acceleratie, Henk? Ja, zeker. We gaan ook in een hele andere projecten doen met klanten. Drupal, als CMS-systeem, waar het eigenlijk voor, van origine voor is. Het wordt nu ook gebruikt voor andere dingen. Dus het gaat veel sneller. Ja, absoluut. Ja. Ja. Jij ook? Ja, even generiek als trends. Ik denk dat er twee grotere trends zijn. Dat content in context is een hele grote. Dat betekent, Drupal heeft een bak met content en wat ga je ermee doen? Dat is niet afhankelijk van wie die pagina bezoekt, maar wie die persoon is. De context is de persoon, niet de pagina of de site. Het is meer van ontvangen naar zenden, van zender naar minder van naar zender gegaan, meer naar ontvangen. Ja. Dus dat is denk ik, dat is de eerste. Dat werd net op de bank ook als DXP-achtige iets genoemd. En ik denk dat het tweede is dat Drupal heeft heel lang een slogan gehad, Getting off the Island. We moesten meer andere tools adopteren dan onze eigen, maar volgens mij is het eentje groter geworden. Het is niet Getting off the Island, het is zorg dat je een continent wordt. Dus Drupal is nu een deel van het landschap geworden van elk bedrijf, durf ik te zeggen, of van elk bedrijf zou het moeten zijn. Maar daarnaast zijn heel veel andere tools erbij gekomen. Mautic als open source tool, maar ook closed source tools als een Salesforce. En het is gegeven dat Drupal, vroeger was het een hamer waarmee je elk probleem kon aanpakken, want elk probleem was een spijker. En toen het bleek dat het niet de waarheid was, dat sommige spijkers eruit zagen als een schroef, omdat ze rond waren en een draaivorm hadden, dat agencies die alleen met Drupal hadden missloegen, letterlijk. En ik denk dat elk agency nu wel bewust is dat het landschap veranderd is en dat Drupal daar een hele goede plaats in heeft, maar niet meer exclusief is. En dat we meer gaan doen dan alleen dat. Is dat een bedreiging voor de toekomst van Drupal, Martijn? Wel als Drupal niet goed weet mee te gaan met die beweging. Ja, absoluut. Ja, kijk, los van of je als enterprise of NGO wel of niet doelbewust kiest voor open source, je wil gewoon het beste product dat een antwoord geeft op de vraag die je hebt. En helemaal wat jij zegt, tegenwoordig is het al lang niet meer dat je een content management systeem oplevert. Je levert een soort van technische hub op die communiceert met allemaal aparte systemen waarin content wordt uitgeserveerd naar verschillende kanalen. En waarin je ook nog een keer je hele organisatie aan de achterkant daarop moet ingericht hebben. Dus wordt veel meer een soort van technische faciliteit als onderdeel van het hele landschap van een organisatie. En soms bij je als agency ontwikkel je weer meer een interface, een data interface, dan dat je puur een content management systeem aanlevert. En is de corporate site is vooral een doorgegifte luik van weet ik wat van data die uit wat van systemen richt je een proces in. Dus die meer hybride functie waarin wij moeten voorzien,
ja, dat kan nu al niet. En het gaat in de toekomst nog minder met een content management systeem. Ja. Soms is het een proces management systeem. Soms is het een context management systeem. Dus dat is dan langs je, laat ik zeggen, de verticale as en langs je horizontale as kan een site enorm gelaagd zijn. Voor hele verschillende doelgroepen met informatiedensiteit op verschillende lagen. En dat is echt een hele interessante ontwikkeling. Nog los van het feit dat Google de bezoekers zo lang mogelijk van je site willen afhouden. En dat gebruikers op andere manieren aansturen met voice, nou ja, noem maar allemaal op. Ja, dat zijn echt heel interessante ontwikkelingen. En omdat Drupal nog vaak genoeg wordt gekozen vanwege zijn kwaliteit, wordt het straks ook eventueel afgerekend als ze niet meer aan die kwaliteit kan voldoen. Ja, ja. Dus eigenlijk heb je het ook over de DXP dan, of niet? Ja. Is dat ook iets wat binnen Acquia evangelisch uitgedragen wordt? Ja, zeker. Ja, dat is wel heel erg sterk op dit moment. Er is een splitsing tussen de Drupal-kant en ook de marketing cloud-kant, zoals wij het noemen. Je noemde het net al, Motic is Campaign Studio. En ja, CDP, en er komen steeds meer producten bij. We hebben net nog een ander bedrijf overgenomen. Widen, hè? Widen hebben we overgenomen. Ja. Dus dat ons palet van producten wordt steeds breder. We zijn heel druk bezig met het allemaal te integreren. En dat is precies ook de reden waarom Acquia daar heel druk mee is. Ja, klopt. Ja. Want hoe zit jij dan aan tafel bij klanten? Je gaat ergens naar het buitenland, wordt ingevlogen met een commissie. Ja, klopt. Ja, toevallig binnenkort moet ik nog weg. Dat is een hele grote online retail in het Midden-Oosten. En daar zien we nu ook over die stroomversnelling met de COVID. Dat zien we daar ook. Ja, dat moeten we echt alle zeilen bijzetten om dat allemaal goed te krijgen met hun. Ja. En voor jullie zelf, hè? Anderhalf jaar hebben we in de COVID-tijd gezeten. Ja. Het lijkt nu eventjes op te klaren. Je weet niet hoe lang het duurt, maar laten we optimistisch zijn. Wat heeft het met jullie gedaan zelf en met de manier waarop jullie werkten? Niet zoveel? Of, nee, voor mij niet. Nee. Was het soms een zegen ook? Als ik even van ons mag spreken, kijk, de eerste week schrik je natuurlijk, want je weet niet wat er allemaal op je afkomt. En dan vervolgens ga je in de do-modus om iedereen in staat te stellen om iedereen, en maar ook je als team afzonderlijk, om te kunnen blijven functioneren zoals het gaat. Maar dat ging eigenlijk verbazend gemakkelijk en comfortabel, vond ik. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel lastiger voor de mensen die bij je starten dan. Daar moet je echt even wat extra aandacht voor geven, want die kunnen zich heel snel verloren voelen. En terecht natuurlijk ook, want mensen kwamen hun apparatuur halen, hun notebook en vanaf dan gingen ze weer thuis zitten, die eerste lockdown. Je zag ze nou meer? Zo wil je natuurlijk niet beginnen bij je nieuwe team en je nieuwe werkgever. Maar dat is een kwestie van daar oog voor hebben en er aandacht aan besteden. En voor de rest werken met opdrachtgevers. Nou ja, we zitten in het zuiden van het land, maar we hebben bepaalde nieuwe klanten in die periode. Die hebben we nog nauwelijks gezien, dus dat werkt hartstikke prima. Ja. Zolang je daar maar op ingericht bent en iedereen heeft begrip voor de situatie. Nou, jij bent? Ik ben, zo grappig dat je zegt, ik ben geonboard in COVID-tijden. Dus het offline deel van Synetic heb ik nooit meegemaakt. De cultuur van hoe het op kantoor is. Dus ken ik alleen maar van overlevering. Dat is best wel grappig. Dus dat is dan deels in mij geland. Dus je hebt geen inhalen straks. Ja, dat gaan we allemaal meer dan inhalen. Ja. De anderhalve meter samenleving gaan we hopelijk naar de geschiedenis schrijven. Dus dat deel is veranderd. Dat geeft heel veel mogelijkheden. Ik ben voor mezelf veel meer gaan lopen. Veel gezonder bezig geweest. Ga fietsen naar kantoor. We hebben een medewerker in Groningen gehad. En we hebben een medewerker in Zeeland gekregen. Op de vorige Drupal Jam. Dus elke crisis heeft een gouden randje. Die moet je opzoeken. Dat doen onze klanten. Dat doen wij met onze klanten. En dat moet je ook met je personeel en jezelf doen. En ik vind dat het mooiste wat er is. Ja, er gebeuren vervelende dingen. En we gaan het zo om. Turnen dat er iets leuks uit komt. Hoi. We gaan even naar een videootje kijken met een terugblik uit 2018 van een Drupal Jam. Ik denk Daniel Gabler van Picnic. Why is actually nobody shopping for food online, while everybody is shopping for non-food items, like electronics, like books, like fashion, online? So everybody of us is buying books, usually 50-60% of the retail for books is online. For electronics, it's even more. For fashion, it's 30%.
But if you look to food, then just 1 or 2% of a pretty big market is online. So everybody, when we thought about this, everybody was saying, well, this is not an interesting market. Why do you look into this? Because there's just a very small part online. But from 1 or 2% online, what we saw is an opportunity to move 98% of the market into the online world. But the question that we asked is, why is nobody shopping online? And we identified three main reasons. First one is, it has been pretty expensive. And expensive means you had to pay for delivery fees, you had higher prices online, you had all kind of hidden costs. Nobody likes this. Have you seen this earlier? We have. In fashion, we have seen the same trend until 2005. You had to pay for delivery, you had to pay for the return. Nobody was doing fashion online. Then Zalando and Zappos and other companies came and said, well, we just make it for free. We just improve our business, we improve our logistics, and then we actually deliver for free. And that broke up the entire fashion industry. And we thought, well, we can do something similar also for food. But there's more. And the second one is, nobody wants to wait. If you order something, if you order books or if you order electronics, then it's okay if somebody tells you, well, we deliver in the morning or in the afternoon. But if you order for food, it's not good enough if somebody tells you, we deliver between 4 and 8. Because maybe you can use the food for dinner or not. So this is just not good enough. And the third reason is, shopping has been pretty cumbersome. And cumbersome means, in the way as the kind of the shopping interfaces have been designed, is in a way as you do shopping for 2 or 3 items, what you do for electronics and for books. You buy an iPad and an iPad charger, or you buy a few trousers, and then you just return, you buy 5 trousers, you return 4, and you take 1. But if you buy food, you buy actually 30 products, 40 products. That's a complete different ballgame. So these three things led to a pretty simple situation. Just 1.5% in Netherlands has been of the food business has been online. So $40 billion industry, 1.5% online. And we thought there is an opportunity, and we went into this. Ja, dat was Daniel Gehler op de Drupal Jam 2018. De technische man van thuisbezorgd supermarkt Picnic. We hebben nog een kijkersvraag, als het goed is. Jean-Paul. Yes. Ja, hij staat rood gloeiend. En er komt een mooie vraag uit het hotline van Bert. En een van de vragen was, als je naar Kopenhagen gaat, dan ga je 5 jaar vooruit in de tijd. Denemarken heeft de blijste mensen. En is nog steeds een gidsland voor de wereld. Welke tool in de enterprise heeft nu de blijste gebruiker? En loopt 5 jaar voor op Drupal? Of is dat Drupal zelf? Terug naar Matthijs. Nou, loopt Drupal voor? Of is er een andere voorloper die, waarvan we moeten bekennen hier aan tafel dat die bestaat? Ja, ik vind een hele goede vraag. Ik denk niet dat er een tool 5 jaar voorloopt, maar ik denk wel dat er sites zijn die 5 jaar voorlopen op wat wij doen. Je zei zelf al, Google wil heel graag haar gebruikers lang mogelijk binden. Hè? Dus heel veel van de semantische informatie die wij vanuit de sites geven aan Google, gaat Google gebruiken om de gebruikers zo lang mogelijk bij te houden. Dus als je niet concurreert met Google, doe je niet goed. Maar in a way is Google wel waar wij als gemeenschap naar zouden moeten kijken. Hetzelfde als naar Facebook, waar niet dat die wat BGP-issues hebben gehad. Dus laten die... Maar in a way, en ik geloof dat dat een luxe positie is, zijn dat wel dingen die 5 jaar voorlopen waar Drupal nu is. Facebook is niet erg om te zeggen dat hij beter doet dan Drupal. En ik denk dat het ook niet zo heel erg is als Google of Bol of zelfs de Picnic voorloopt op waar wij als gemeenschap graag onze diensten zouden aanleveren. Dus ik denk niet dat er een tool is die 5 jaar voorloopt op ons. Maar als er een Kopenhagen bestaat waar blijere mensen zijn, dan nou, op Facebook zitten ze niet, dat weet ik vrij zeker. Maar op bol.com kopen ze wel, denk ik. Ja, ja, dus wat dat betreft zijn er peers hè, waar tegenop gekeken wordt. Er wordt ook al gezegd van die open source community, die heeft natuurlijk enorme ontwikkelkracht. Er zijn vreselijk veel mensen die daaraan bijdragen. Maar tegelijkertijd zit er ook een soort van natuurlijke rem in. En de vraag is of in een omgeving die steeds sneller veranderingen vereist. Hè? Of zo'n open source community zonder een hiërarchie dat bij kan houden. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Henk?
Ik denk dat met Drupal 8 al een hele goede stap is gezet. Naar Drupal 7, qua technologie. En ik denk dat daardoor Drupal ook best wel nog meer kan met wat er allemaal gaat komen. Maar goed, het ligt ook aan de community, maar ook weer aan de bedrijven die weer terugleveren aan het product zelf. En ja, ik denk dat het wel redelijk goed zit. Hoor. Ja, zit het tempo erin? Ja. Wat ik wel interessant vind is wanneer, hoe zal ik het zeggen, de toegankelijkheid van AI, artificial intelligence, de toegankelijkheid voor, laat ik zeggen, een content management systeem. Hè, dus wanneer het moment er is dat het content management systeem zelf slimmer gaat worden. Hè, jij maakt een beetje de vergelijking met Google. Dat het evolueert naar minder management en meer slim gebaseerd op AI. En als je wil concurreren met andere tools, bijvoorbeeld zoals marketing automation-achtige tools, die ook steeds sterker CMS-achtige functionaliteit hebben, denk ik dat je daar op enig moment een antwoord gaat hebben. En dan, als zich dat gaat aandienen, dat vraagt een hele andere ontwikkelcapaciteit. Dat is een wat complexer vraagstuk dan met alle respect het ontwikkelen van bepaalde modules of het sterker maken van je core. Daar heb je andere rekenkrachten en een hele andere complexiteit. Dus als we die kant uit gaan, dan zou dat wel eens een uitdaging zijn voor je community. Heeft de community dat in zich om bijvoorbeeld die kant op te gaan die Martijn nu wijst? Ik hoop het absoluut niet. Dus namelijk iets wat ik ben helemaal eens dat het moet voor de klant. Ik hoop vooral niet dat Drupal dat gaat doen. Dat is wat Drupal vroeger zou doen. Oh, blockchain. Nou moeten we blockchain hebben. Of ik geloof niet dat een klant gebaat is met één oplossing waar alles in zit, zoals de monolith zoals we hem vroeger hadden. Maar we gaan naar een landschap wat veel diverser is. En het zou veel gaver zijn als Drupal een content management systeem is. En dat er een systeem is, een service daarnaast, wat we hip microservices zouden kunnen noemen, waar intelligentie in zit om te kijken wat een gebruiker wil. Of te voorspellen wat een persona's indelen, wat een gebruiker zou moeten willen vanuit de push-gedachte. En ik hoop niet dat het ooit in Drupal Core komt. Ik hoop dat er, by nature is dat ook veel meer iets wat in Python gebeurt. Een hele andere landschap, veel meer vanuit de academische hoek gedaan wordt. En ik zou veel gaver vinden als Drupal daar als beste systeem mee kan integreren om de beste experience aan de gebruiker te geven. En niet zelf gaan uitvinden. Als ik even mag, Bert, dan bevestigt eigenlijk het beeld wat je net aangaf. Dat Drupal veel meer een soort van context management systeem gaat worden dan een content management systeem blijft. Ja, ik zou dat een toekomst vinden waar we niet een nieuwe bol.com kunnen bouwen, maar wel een experience kunnen bouwen voor onze klanten die daar heel dicht op na aan gelegen is. En dat kunnen we niet meer door alleen Drupal neer te zetten en wat slimmigheid te doen. Dan moeten we een breder landschap neerzetten dan één open source tool. En ik hoop dat, dus om terug te komen, ik hoop niet dat Drupal ooit een AI-module gaat hebben. En als we een tipje aan de slager kunnen oplichten bij Aquia, Henk, wordt daar achter de schermen bij jullie aan gewerkt? Voelt? Ja, dat zou ik wel kunnen zeggen, ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. En ja. Niet binnen Drupal, toch? Huh? Niet binnen Drupal. Nee, binnen Aquia. Ja, precies. Ja. Dus ja, maar dat is precies eigenlijk de manier waar jij zegt. Ja. Dus het is Drupal als context management systeem met allerlei producten of allerlei oplossingen die daar weer aan vastzitten. En dat zie je ook bij andere grote klanten gebeuren. En ook bij concurrenten op het enterprise gebied. Die doen het ook. Die proberen dat nu ook allemaal die kant op te gaan. Ja, dus ja, het gebeurt wel nu. Ja, absoluut. Ja, en is dat noodzakelijk voor het bijblijven bij de red race van de toekomst dan? Ja, nou, de stroomversnelling waar we in zijn gekomen nu, denk ik. Ja. We hebben het natuurlijk over die 20 jaar gehad. We hebben het over de nieuwe trends en ontwikkelingen gehad, DXP. Als je nu kijkt naar Drupal op de arbeidsmarkt, hè? We hadden het toen net het gesprek op de bank daar ook over de war for talent. Hoe hou je Drupal sexy en aantrekkelijk voor het jonge talent dat aanstormt? Mijn ervaring is dat het alles behalve sexy is, Drupal. Is dat goed? Nee, dus dat is niet goed. Dus je probeert te mikken op de jonge talenten die er bewust voor kiezen. Die ook bewust voor kiezen om bijvoorbeeld in webdevelopment te gaan en geen andere domeinen. Daar moet je op mikken.
Het is lastig om jonge talenten die bijvoorbeeld kiezen voor domotica of AI, om die proberen binnen te halen. Dat is gewoon wat lastiger. Dus je moet een heel onderscheidend profiel hebben. Zodat je heel gefocust op die talenten die dat een interessant vakgebied vinden. Of die er al heel bewust voor hebben gekozen. Heeft dat heel erg met de cultuur te maken? Wat je als bedrijf qua omgeving te bieden hebt? Dat type mensen? Ik denk wel om terug te komen. Druppel is niet sexy. Verre van. Ik ben ooit met Druppel begonnen omdat ik het echt gaaf vond. Dingen kon die ik anders niet had kunnen doen. Die tijd is voorbij. Druppel is een legacy systeem. Het is 22 jaar oud. Van de vorige eeuw durf ik bijna daarmee te zeggen. Afhankelijk van je startdatum hier. En dus daar ga je geen mensen mee winnen die intussen jonger zijn dan Druppel zelf is. Om bij ons te komen werken. Dat is wel een schone uitdaging om wel te doen. Ja, want wat moet dat dan? Ik denk aan de vrachtwagenchauffeurs bijna. Ja, nou die schijnen ook, tekort aan te hebben. Vroeger zeiden we, kom voor de coach, stay voor de community. Ik denk dat de kracht van Druppel is absoluut het omgekeerde. Dus mensen met de code laten werken en zeggen, goh, kijk eens wat gaaf. Dan zijn ze eerder geneigd naar Symfony platformen of naar iets te kijken wat beter is voor je ontwikkeling, in all honesty. Er wordt toch altijd geklaagd over de leercurve, hè? Ja, die is... Maar als je mensen laat komen voor de gemeenschap en dan naar de code laat kijken om gewoon te zeggen, ja, dat is best wel oké code, hier kunnen we wel mee doen en die kan ik beter maken, dat zou mooier zijn dan dat ze... alleen die code is niet sexy genoeg om mensen te werven. Nee. En dat is given. Nee. Maar voor developers is het soms aantrekkelijk om iets nieuws te beginnen. Die dan ja, alleen maar zelfs. Ja. Dus is het heel fijn als je kan zeggen als bedrijf, dat vroeg je net, als agency, ja, maar we hebben wel een view voorkant. Of we doen het wel met een AI-component. Mm-hmm. Of we doen het wel met een DXP-element. En als je kan zeggen, we doen het complete landschap en je kan bij ons leren in de breedte, dan gaan mensen vanzelf, dat is als 50-jarige plus mag ik zeggen, je gaat op een gegeven moment funnelen en dan ga je iets doen waar je goed in bent of waar je lol in krijgt. Dus mensen gaan dan komen binnen, zien het hele landschap en zeggen, ah, ik vind eigenlijk dat headless deel heel gaaf. Of ik wil core proberen te optimaliseren. Dus laat ze maar binnenkomen of je kan alles bij ons worden. En uiteindelijk gaan ze hopelijk iets doen waar ze hun kracht hebben en dat kan een Drupal core zijn of een Drupal module of een Drupal templating. En dat zou ik geweldig vinden als dat over 20 jaar nog zo is. Ja. Henk, doen jullie veel aan het inhuren van mensen elders? Hè? Uit Indonesië bijvoorbeeld, ja. of dat soort dingen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Is dat de manier om dit punt te tackelen? Persoonlijk vind ik, ik vind dat lokale developers vind ik van hier, soms wat makkelijker om mee te werken. Maar goed, het outsourcen gebeurt gewoon heel veel op dit moment. Ja, absoluut. Ja. En dan hoef je dus niet alleen maar sexy en aantrekkelijk te zijn, maar gewoon simpelweg te betalen. Ja, klopt. Ja. 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 Is dat ook een oplossing, Martijn? Ja, wij moeten net als iedereen heel creatief naar alle opties nagaan, wat het beste is. En anders belemmert het je ontwikkeling en je groei. Ja. Zou je meer klanten kunnen bedienen als je meer mensen had? Ja, absoluut. Cool. Ja. 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 Dus belemmert je groei al? Ja, absoluut. Ja. Ja. En dus creatief proberen, interne scholing, soort van zij-instromers, maar ook outsourcing, absoluut. Ja. Ja. Zijn er schoolvoorbeelden van academies of samenwerkingen met opleidingen waar je naar kijkt en denk van dat is wel een goede manier om dit aan te pakken? Vanuit de gemeenschap hebben we Drupal Training Day gehad, of Training Days, wat echt een super succesvol was. Dat echt letterlijk busladingen vol studenten naar een plek werden gebracht om een curriculum te doorlopen van een dag of twee. Ja, dat is bijna, geloof niet. Dus vanuit de gemeenschap hebben we daar, denk ik dat de stichting daar een mooie rol heeft om op te pakken. Vanuit bedrijven geldt hetzelfde. Ik denk elk bedrijf wil graag spreken op een HBO of op een WO om marketing te bedrijven en om potentiële nieuwe medewerkers te werven of aan zich te binden. En ik denk dat is wel de manier om te doen op dit moment. Ja. Maar je ziet zelfs dat derde of tweedejaars worden al aangeboden via recruiters. En die markt is zo, ik durf te zeggen, verziekt. Dat is een uphill battle. Ja, dat is niet het is de tijd van de autosleuteltjes, hè? Ja, het is letterlijk. Ja, of tweedehands schoenenverkopers durf ik te beweren. Ja.
We zijn een beetje bij het einde gekomen van deze sessie. Nog even één afsluitende vraag. De toekomst, hè? We hebben nu 20 jaar Drupal achter de rug. Hoe kijken jullie heel kort uit naar de komende 20 jaar? Komt er nog een keer 20 jaar? Ja, ik sta over 40 jaar hier nog. Of over 20, 40 jaar. Ja? Nog, dat 20 jaar, niet, 20 jaar gaan we dit nog een keer doen. Ja. Absoluut, als goed wil je het vasthouden aan haar basisprincipes. En goed weten reageren op de ontwikkelingen, absoluut. Ja. Ja. Ja, ja. Jij ook optimistisch? Absoluut. Ja? Ja. Gaan we samen de Drupal Jam 2041 organiseren? Moet kunnen. Goed, cool. Oké. Okay. Yeah. Hartelijk dank. Dit was de eerste business talkshow van de Drupal Jam 2021. Er volgen nog een aantal talkshows straks en morgen. Terugkijken kan ook. En straks praat ik met Jeffrey Bertoen, Heine Deelstra over de toekomst van tech. Dank voor het kijken en luisteren en hopelijk tot straks.